Ondernemen, dat kun je leren. En dus heeft de Hogeschool Utrecht bedacht, dat kun je maar het beste tijdens je opleiding doen. En zo heeft ze een minor op poten gezet. Een zogenaamde praktische cursus voor studenten van allerlei opleidingen. Zodat ze dus in de praktijk het ondernemerschap kunnen oppikken. Ik bezoek 3 studentenbedrijven die daar nu volop mee bezig zijn. Welkom bij BV Utrecht. De minor onderneem het. Wat houdt dat precies in? Kijk, studenten die volgen een hbo-opleiding, die duurt 4 jaar. En je moet de opleiding beschouwen als de major. En binnen die major moeten ze in de hoofdfase, vaak in het derde jaar, moeten ze voor een half jaar moeten ze een minor kiezen. Dat is gewoon verplicht, daar komen ze niet aan. Ze kunnen kiezen wat ze willen. De studenten die naar de minor ondernemerschap komen, wat ze noemen de minor in de wandelgangen, ja, die zijn gewoon geïnteresseerd in ondernemerschap. Wat moeten ze dan precies doen? Nou, wat we eigenlijk willen met die studenten is dat zij heel praktisch bezig zijn met ondernemen. Dat ze proeven aan ondernemen. Eigenlijk is de doelstelling van de minor, leer nou het ondernemen eens kennen. Wij werken daarin samen met andere faculteiten, uiteraard. We werken daarin samen ook met de KPMG bijvoorbeeld, die een bijdrage levert. En wat gaan ze dan precies doen? Even een paar praktische voorbeelden. Nou ja, de studenten die de minor volgen, die vormen met elkaar in een team van 4 een onderneming. Nou jongens, kopie dit. Ik zie het al. Dit kan er dus gewoon uit. En hier kunnen jullie de reclameboodschap in doen. Melvin, wanneer zijn jullie op dit idee gekomen? Nou, aan het begin van de minor, toen we in Utrecht op het terrasje zaten met z'n vieren, toen zagen wij in een kopje bedrukt het koffiemerk staan, zeg maar. En wij dachten van, ja, wat als dat nou tussen 2 wanden zit en dat je het kan vervangen? Dan zit er een soort van businessmodel achter. En zo kwamen we op kopie. Dan zou ik denken, dat bestaat toch al lang? Ja, er is wel iets van Coca-Cola, is plastic, maar niet allemaal hetzelfde als dit. Dit is weer heel anders. Ja, en dan zou ik ook denken, patent aanvragen en heel snel. We zijn nu inderdaad klaar met onze minor en we willen inderdaad wel iets met het idee gaan doen. Dus we zijn inderdaad wel aan het kijken naar patentmogelijkheden. Maar dat is een wereldje apart, dus dat hebben we nog niet. Ja, dat is inderdaad niet zo heel makkelijk. Nee. Dit is eigenlijk een soort prototype. Of komt er nog een andere, een mooiere, een kopje? Of wordt dit het eigenlijk? Nee, het wordt wel wat mooier. En we hebben met Jens Schijbels gepraat. Die is een productontwikkelaar. En ja. Het is eigenlijk wel de bedoeling omdat we een nieuw kopje op de markt brengen. Dat ook echt iets exclusievers wordt. Dit begrijp ik. Dit product uit jullie minoropleiding. Maar jullie doen natuurlijk ook een majoropleiding. Hoe zit dat precies? Ja, klopt. Ik volg de opleiding huidtherapie. En in het derde jaar nu is gewoon een half jaar ingeroosterd voor de minor. Dus je bent een half jaar volledig bezig met de minor. En daarna pakken we de eigen opleiding weer op. Maar Melvin, jij doet ook een andere studie. Ja. Nu ga je weer met die andere studie verder, zoals ik begrijp. Maar dit moet natuurlijk op de markt gebracht worden. Ja, dat is ook iets waar wij mee zaten te puzzelen. Want ja, je wil, dit is iets wat je hebt neergezet en dat wil je natuurlijk afmaken eigenlijk. Maar daar hebben we doodgewoon de tijd nu niet voor. Dus we proberen een oplossing te vinden door of het concept bij een ander merk onder te brengen. Of door iemand anders uit te laten voeren. Loek, dit wringt volgens mij nog een beetje. Nee, dat denk ik niet. Ik denk de essentie van die minor is dat de studenten leren ondernemen. Welke obstakels komen daar bekijken? Hoe moet ik dat oppikken? Nou, dat pikken ze nu op en dan kunnen ze later een voordeel mee doen. Succes jongens en ik zou zeggen, breng het op de markt. Volgende. Box to Roll, Thomas. Een soort winkelwagentje op de fiets? Ja, het is in feite dat we een winkelwagentje op wielen en een fietstas samengebracht hebben. Zo kunnen mensen de boodschappen van in de supermarkt op een veilige en handige manier met de fiets mee naar huis nemen. Ja, helder. En Björn, nou hebben jullie al een soort elevator pitch meegedaan. Waarom? Wat is dat? Ja, klopt. Een elevator pitch is eigenlijk een soort verkooppraatje tegenover een jury.
En daarbij hebben we ons product gepresenteerd. En is dat dan eigenlijk om geld los te peuteren of zo? Ja, we hebben ongeveer 50.000 à 60.000 euro nodig om de mal te kunnen maken. En die mal die kan gebruikt worden voor een prototype, maar later ook voor de uiteindelijke producten gebruikt worden. Zo'n presentatie van je product voor een jury geven, hoe belangrijk is dat? Nou ja, voor hen is dat natuurlijk heel belangrijk. Kijk, ze krijgen de gelegenheid om heel kort, 2 minuten tijd, even hun idee te lanceren, hun verdienmodel toe te lichten. En ook aan te geven, joh, ik heb geld hier nodig, ja of nee. Maar het geld is er dus nog niet? Nee, precies. Hetgeen dat we nodig hebben is een startkapitaal van tussen de 50.000 en 60.000 euro. En dat hebben we nodig voor de mal en voor de productie van de eerste aantal stuks tot aan de break-even. Oké, jongens, dan kan ik jullie alleen maar heel veel succes wensen bij dat geld binnenhalen. Ja. En ik zie het wel. De Quick Flame. Het ligt er al. Wat is het precies, Marco? Het is een aanmaakblok, een aanvulling of eigenlijk een vervanging ervan. We werken met een lavacrots en een zogenaamde biobrandstof. Ja. De steen die komt in de pot terecht en die zuigt zich als het ware vol met deze biobrandstof. Ja. En daarna zal hij 20 tot 30 minuten branden. Leg hem in de open haard of in de vuurkorf. Ja. En hij steekt de grote blokken hout gelijk aan. En als deze uitgebrand is, dan brandt het vuur. Dan heeft het vuur het overgenomen. Nou, hoe simpel kan het zijn? Martijn, hoe kom je hierop? Ja, onze vierde compagnon die heeft ooit vroeger, toen hij 6 was, heeft hij zijn opa dit zien doen. En wij hebben daarna gebrainstormd en hij kwam op dit idee. En toen hebben we het uitgezocht. Nou, dat was... dit hele Quick Flame. Het kwam gewoon van iets van vroeger. En ja, en hoe gaat het? Wordt het al verkocht? Het ziet er zo compleet uit. Het wordt zeker verkocht. We hebben, dat we light enthousiast waren over het product, zijn we meteen een cashmarkt gaan boeken in Rotterdam. Daar hebben we 3 dagen gestaan en eigenlijk de derde dag, rond 1 uur of 2, waren we helemaal leeg verkocht. Dus mensen waren light enthousiast over het geheel. Luke, het is nu al een succes. Maar even, zijn ze een eerstejaars student? Hoe zit dat? Ja. Zij zijn eerstejaars studenten bij ons in Amersfoort, bij Small Business. Zij hebben nu al gekozen voor het ondernemerschap. Ah. De minor studenten die kiezen pas in een latere fase voor ondernemerschap, omdat ze de minor ondernemerschap kiezen als bijvak. Ja. Maar zij moeten als eerstejaars studenten moeten dus in een studentbedrijf. Want het is hun hoofdvak. Het is hun hoofdvak, ja. Aha. En waar staan jullie over 6, 8 jaar? Ja, de Quick zijn wel bekend en we gaan Europa in. Over 6 jaar steekt iedereen in heel Europa zijn open haard aan met de Quick Flame. Ik kom over 8 jaar terug. Hè. Ik wens jullie ontzettend veel succes, Luke, jij ook, met de opleidingen. Laat de potentiële ondernemers lekker doorbuffelen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. U kunt informatie nalezen op rtvutrecht.nl. En volgende week dan zijn we er weer met een gloednieuwe aflevering van BV Utrecht.